Je kunt verbinden met licht. Weet, ik twijfel eraan. Donker blijft donker. Geloof mij dus niet als ik zeg, licht kun je doorgeven. Samen zetten we het licht aan. En dan nu van onder naar boven. Samen zetten we het licht aan. Licht kun je doorgeven. Geloof me dus niet als ik zeg, donker blijft donker. Ik twijfel eraan. Weet, je kunt verbinden met licht. Met de voordracht van een door Marianne van Velsen geschreven gedicht en het aansteken van het eerste kaarsje werd op kerstavond bij Café de Meester het startsein gegeven voor de Zoeterwoudse lichtpuntjesactie. Café-eigenaar Yvonne van der Geest nam met enkele vriendinnen het initiatief voor de actie. Merk dat het voor iedereen een ongelooflijke lastige tijd is. In deze tweede lockdown nog veel meer dan in de eerste lockdown in maart. Want toen hadden we nog mooi weer en zon en alles. Maar nu is het echt lastig om de moed er een beetje in te houden. Dat had ik zelf ook heel erg. Dus ik dacht, ik ga wat positiefs bedenken om de moed er voor mezelf in te houden. En dat is goed gelukt, want dan app ik iemand en dan komt het helemaal goed. Er gaan allerlei mensen mee in het verhaal en komt zoiets op poten. Ja, jullie hebben de afgelopen weken flink wat lichtjes versierd. Je hebt het niet met z'n tweeën gedaan, hoop ik? Nee, gelukkig niet. Er zijn ruim 3000 lichtjes versierd, waarvan een heel groot deel door bewoners van Zwettehagen op de dagbesteding. Het avontuur heeft ook heel hard geknutseld. Op Emmaus is geknutseld. Hier waren allerlei vrijwilligers. Carla heeft heel hard geknutseld en Anne, nou, ze is even weggelopen, maar dat is onze meesterknutselaar, die heeft er 700 gefreubeld in totaal. Niet alleen in Zoeterwoude-dorp werden lichtpuntjes aangestoken. De Rijndijk moeten we ook gewoon erbij betrekken. En de Rijndijk was super enthousiast. Daar zijn ook mensen aan het vreubelen geslagen. Dus er is nu een lichtstraal van Zoeterwoude-dorp naar de Rijndijk via het molenpad. En daar ontstaat ook ontzettend veel licht. Wat symboliseert dat, die lichtstraal tussen het dorp en Rijndijk? Verbindenheid. Dat is echt het verbinden tussen de Rijndijk en het dorp. En dat is wel heel belangrijk.